Ik ben Caroline Blankvoort, ik ben 16 jaar. Ik hockey in Dames 1 en Nederlands B. Ik zit op school op het Lorenz in 4 VWO. Ik ga gewoon 5 keer per week naar school. En op dinsdag ga ik ook naar school tot 3:10. En dan kom ik thuis, ga ik even iets eten en dan ga ik naar de training. Dan train ik 2 keer en dan kom ik rond 10:30 thuis. En dan ga ik douchen en naar bed, want dan, ja, huiswerk heeft dan geen zin meer, want dan ben ik heel erg moe. Op woensdag zit ik op school tot en met 3:10. Dan ga ik naar huis en dan is het vooral huiswerk maken, inhalen van dinsdag. En donderdag ga ik ook naar school gewoon, ook tot 2:10. Dan kom ik thuis en dan ga ik ook rustig eten even. Eventueel huiswerk maken als het nodig is. Maar dan ga ik al snel weer door naar mijn training. En dan train ik ook 2 keer. Dan kom ik ook weer laat thuis en dan is het weer douchen en naar bed. En vrijdag weer om 2:10 klaar. En dan ga ik ook weer rustig naar huis. En zaterdag is voor mij huiswerkdag. Omdat ik met Dames 1 van Eindhoven speel ik op zondag. Dus dan maak ik huiswerk zoveel als nodig. En dan ga ik meestal niet te laat ook naar bed. En dan zondag sta ik op en ga ik ontbijten met de rest van het gezin. En ga ik rustig me klaarmaken voor de wedstrijd. Dan ga ik meestal op de fiets naar de club. En dan gaan we met het team voorbereiden, omkleden. Als ze uitspelen gaan we met de bus naar waar we heen moeten. En dan is de wedstrijd spelen. En dan blijf ik meestal nog even op de club, even gezellig. En dan gaan we daarna ga ik terug naar huis. En dan ga ik met mijn ouders tv kijken. En ja, dat is meestal gezellig op zondag. Af en toe merk ik het ook wel op de training, dan ben ik wel moe. Maar ja, tot nu toe gaat het nog allemaal wel, is het nog allemaal wel te combineren en gaat het nog goed. Ja, over het algemeen hoef ik tot nu toe nog niet heel veel voor te laten. Maar sommige dingen die gaan. Zaterdag, nu ben ik 16, dus dan zou ik op stap mogen. Alleen zaterdag op stap, dat gaat niet. Want ja, zondag speel ik, dus dat wordt hem niet. Dus dat soort dingen, daar laat ik ervoor, maar dat vind ik niet erg. Op het veld staan we nu 2e. En dat is gewoon heel goed voor Eindhoven. En als ik zie wat voor kwaliteit we op het veld hebben, dan is dat ook gewoon goed. Dus het is heel gezellig. En ja, ik ben gewoon aan het genieten. En ik hoor wel in mijn omgeving vragen mensen wel eens, die zijn natuurlijk veel ouder. Maar daar heb ik heel weinig last van. Ik vind het heel gezellig in het team en het gaat allemaal heel goed. En zolang dat zo is, heb ik het naar mijn zin.